Ze zijn vaak bepalend voor een programma, tv-tunes en radio-jingles. Makers, gebruikers en andere experts praten er vandaag over op het eerste symposium daarover. En onze verslaggever Sanne de Ronde was erbij, op zoek naar het geheim van een goede jingle of tune. Als ik aan tv-tunes denk, dan denk ik vooral aan deze. Ik ben benieuwd of de experts die hier bij het symposium zijn ook zo'n favoriet hebben. Goedenacht, vrienden. Radio, 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 Veronica. Pa, pa, da, pa, pa, da, pa, pa, ta, da, ta. Tunes en jingles. Sommige zijn haast nog bekender dan de programma's waar ze bij horen. We beginnen eigenlijk heel erg simpel. Dat is met het tempo beginnen we. Gewoon dat we zeggen van nou, dit tempo moet het worden. En op die manier gaan we het opbouwen. Maar wat is nou het geheim van een goede jingle of tune? De kracht van een goede radiotune of tv-tune is dat je met je oren eraan blijft hangen. Als je het de tweede keer hoort, denk je, hey, dat is de tune van dat programma. Dus je hebt herkenning. En het moet natuurlijk de lading dekken. Hè? De tune moet bij het type programma passen. Een sporttune is iets anders dan een nieuwstune of dan een praatprogramma-tune. Jingles mochten vroeger heel lang duren. Je hebt wel jingles van 20, 30 seconden waar van alles in werd verteld over de stad waar het radioprogramma vandaan uitstond. Of de sfeer van het programma. Tegenwoordig zijn jingles 3, 4 seconden. Ultra kort. Ik ben wel benieuwd wat deze experts vinden van onze tune. Vind je ervan? Ja, het is wel goed tune. Waarvan je meteen hoort, er is iets aan de hand. Ik moet iets horen. Ik moet nou de tv niet uitzetten. Er zou nog wel iets steviger mogen aan het begin. Het zou wel leuk zijn, vind ik, als hij wat meer urban wordt. Dus als er iets meer hip-hop geluid in kan. Een beetje scratchen.